Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Wisselend bewolkt beeld boven Nederland, maar dat betekent niet dat de zon alle ruimte heeft. De wolkenvelden lager in de atmosfeer overheersen. Geleidelijk ontstaan ook wat stapelwolken en er vallen nog enkele buien. In de ochtend is het 9 of 10 graden, in de middag loopt de temperatuur wat verder op. De wind waait uit het westen tot noordwesten, vooral vanmiddag is die krachtig langs de kust. Het klaart af en toe op en het wordt een graad of 11. Maar als het met de zon en de opklaringen mee zit en het wat langer droog is, kan het kwik ook nog wel iets hoger uitpakken. Vanavond verdwijnen de meeste buien, klaart het wat meer op en daalt de temperatuur naar een graad of 8. De wind blijft nog wel even doorwaaien, maar in de loop van de nacht neemt hij langzaam wel wat af. Morgen hebben we te maken met een matige noordwestenwind. De temperaturen blijven steken bij 8 tot 10, maximaal 11 graden. De zon schijnt wat vaker dan vandaag en er zijn minder buien, maar helemaal droog is het nog altijd niet. Dan blijft het maandag wel en ook dinsdag en woensdag is van neerslag waarschijnlijk geen sprake. Daarbij lopen de temperaturen weer wat verder op, komen we makkelijker in de buurt van de 13 of 14 graden. De zon schijnt geregeld en als gezegd, neerslag is er niet. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.